En terwijl Lodewijk de beuk erin gooit, gaan Miranda en Vrouwtje in de maakplaats aan de slag met de plantenbak. Kijk, hoppa. Heerlijk, hè, met zo'n koevoet bezig zijn. Heerlijk. Ja, Vrouwtje en ik hebben vorige week 2 grote plantenbakken gemaakt hiervoor, voor de fruitbomen. Maar hier in de maakplaats kunnen we ook nog wel wat groen gebruiken. Dus van deze pellets gaan we een plantenbak maken. Ja, dat zie je wel vaker, hè, de laatste tijd. Dat er allerlei dingen in de tuin van pellets gemaakt worden. Ja. Zoals loungebanken of tafel. Ja, klopt. Ja, ik ga dus nu zo direct verder met, met deze pellet. Ik ga poten maken. En jij gaat verder met het groen? Voor straks voor de planten erin? Ik ben hoofdgroenvoorziening vandaag. Oké. Dus ik ga hiermee aan de slag. Het pellet is nu 80 centimeter hoog, maar ik wil hem wat hoger hebben, dus ik ga pootjes maken. Ik vind 1,20 wel een mooie hoogte, dus daar ga ik het op maken. Ik ben nu begonnen met de voet. Die heb ik zojuist op 45 graden afgezaagd. Nu ga ik meten, 60 centimeter. En dan ga ik hem dan ook weer de andere kant schuin afzagen. Van steigerhout maakt Miranda dus de voet die dan weer aan de balk wordt geschroefd. Om de balk een beetje te verbergen, bekleedt Miranda die ook weer met een steigerplank. Steigerhout past qua uitstraling natuurlijk weer goed bij zo'n stoere pallet. Goed, hè? Ja, te gek. Ja, jij mag het nu gaan overnemen, want de planten mogen erin. Maar dan ga jij eerst even helpen om hem daar naartoe te sjouwen, want dat gaat me niet alleen lukken. Yes! De maakplaats doet zijn naam eer aan. Vrouwtje en Miranda zijn druk met het maken van een pallet plantenbak. Ik heb overal nu anti-worteldoek ingedaan. Dus alles is nu bekleed en dan kunnen de plantjes erin. De zomer is afgelopen, wil natuurlijk niet zeggen dat er geen kleur meer in de tuin hoeft te zijn. Want deze prachtige paarse tinten doen natuurlijk heel goed in het najaar. En dit zijn allemaal herfstbloeiers. Dus de struikheide, de herfstaster en natuurlijk heerlijk in allerlei gerechten. Laurier, ik ga ze allemaal in de pallet zetten. De witte besjes van de bergthee vallen meteen op, maar dat is niet het enige bijzondere aan deze winterharde plant. In Azië en Noord-Amerika wordt er thee gemaakt van de bladeren. En ook de struikheide is een opvallende plant door zijn paarse kleur. Hij kan 30 centimeter tot een meter hoog worden en bloeit van juli tot in de herfst. En naast dat die struikheide een heel mooi plantje is, natuurlijk prachtige kleuren heeft, is het ook een heel gezellig plantje, want in het bloemetje zit heel veel nectar, waardoor het heel veel bijen en hummels aantrekt, dus een grote vrolijkheid in de tuin. Nou, wij zetten hem hier in de maakplaats, maar naast dat je deze pallet heel goed op balkon of terras kan gebruiken, geldt dat ook voor deze planten. Heb je ook spontaan zin om zo'n pallet plantenbak te maken? Op onze site lees je nog eens rustig na hoe je hem maakt en welke planten Vrouwtje heeft gebruikt.